SVK is 35 jaar geleden opgericht met het idee om de kwaliteit en die zekerheid in die markt neer te zetten. En dat is natuurlijk meer dan ooit actueel nu. Het eigen woningbezit is heel belangrijk voor mensen, ook voor de samenleving. En dan is het toch belangrijk dat er ook iemand aan hun kant staat, aan de kant van de eigen woningbezitters. SVK is aan het einde van de jaren 70 opgericht. Op 1 oktober 1978 sloegen de grote bouwpartijen en projectontwikkelaars de handen in elkaar. Om de consument te beschermen tegen faillissementen en borging van de kwaliteit van de bouw. De ondernemer garandeert en SWK borgt. Onder de deelnemers bevinden zich de eredivisie van bouwbedrijven in Nederland. SWK is Lean en Mean, een klein hoogwaardig bureau vallend onder het keurmerk van de Stichting Garantiewoning. En voor de beslechting van geschillen aangesloten bij de Geschillencommissie. SWK staat voor kwaliteit van geleverde bouwobjecten, zekerheid en ontzorgen van consumenten en deelnemers. Van oorsprong regelde SWK de waarborging van koopwoningen, maar nu ook vernieuwbouw en transformatie, huurwoningen, renovatie en afbouw zakelijk vastgoed. Per 1 januari is er ook de vernieuwde SWK garantie- en waarborgregeling. Eén thema staat hier steeds bij centraal. De consument mag niet de dupe worden van een faillissement. Voor Rob van Wingerden van BAM AM is het waarborgcertificaat belangrijk voor de koper en de bouwer. Bij ons zijn de bedrijven AM, onze ontwikkelingsbedrijf, en BAM Woningbouw zijn deelnemer. En op die manier krijgen de kopers van de huizen van die twee ondernemingen een belangrijke zekerheid over dat hun product ook echt afgebouwd wordt. Ja, dus aan de ene kant biedt het voor de koper de garantie dat het product ook daadwerkelijk geleverd wordt. Dat is in deze tijden van crisis heel erg belangrijk. En voor ons is het een middel om de producten die al lastig te verkopen zijn, ook beter te verkopen. Dus dat is het werkt aan twee kanten. Ook een van de partijen die van het eerste uur betrokken is bij SWK is Heijmans. Voor Ton Hille, lid van de Raad van Toezicht, staat SWK ook voor ontzorgen. De ontzorging van Heijmans heeft te maken dat naast dat de leden van SWK toch allemaal professionele ontwikkelaars, bouwers zijn of ontwikkelende bouwers, dat zij ook als er eens een keer vraagstellingen zijn, dat er een hoger kennis- en kundeniveau is en dat we daarin een sparringpartner hebben. En dat is erg belangrijk. Kees van Bemmel van bouwbedrijf Van Wijnen roemt de samenwerking met SWK. Die is op alle fronten is die wat mij betreft goed. Of het gaat het nou over de samenwerking in het bestuur gaat, is die goed. Maar ook als je kijkt naar de Raad voor Deelnemers, daar hebben we ook een vertegenwoordiger in. Die vindt het prettig om daarheen te gaan. Prettig omdat het leuk is, maar ook omdat je er wat van leert. We hebben het ook wel eens over de Eredivisie. Daar vergelijk ik het SWK niet met Ajax en Feyenoord, want die hebben heel veel geld. Een overvloed aan geld met matige prestaties. Dan zou ik het SWK liever vergelijken met Sportclub Heerenveen. Beperkte middelen en toch altijd een topprestatie. En die begrijpt natuurlijk wel dat wij dat stadion gebouwd hebben. Nou, wij ervaren het contact met SWK zodanig dat we ons goed betrokken voelen bij het tot stand komen van het beleid. En dat is ook belangrijk, want het is van en door de deelnemer. SWK is een professionele organisatie waar wij als bouwer en ontwikkelaar een geweldige partner aan hebben. Aldus Daan van der Vorm van Vormbouw. Met het SWK weet de consument waar hij of zij aan toe is. SWK staat voor duidelijke garanties en kwaliteit. SWK heeft ook in deze crisisjaren haar effectiviteit en bestaansrecht aangetoond. Rob Mulder behartigt namens Vereniging Eigen Huis de belangen van 4 miljoen mensen met een eigen woning. Het SWK waarborgcertificaat vindt eigen huis erg belangrijk. Wij vinden de garantiestelling, dat je gewoon als je een huis laat bouwen, dat je ook zeker weet dat het afgebouwd wordt. Dat vinden wij gewoon de kroonjuweel op de consumentenbescherming als het gaat om de nieuwbouw. Dus wij vinden dat heel erg belangrijk. Meneer en mevrouw Nierstras uit Krukjes waren na oplevering van hun appartement niet tevreden over de vloerverwarming en schakelden SWK in. We hebben het uiteindelijk daarvoor en op een of andere manier heb je daar ook voor betaald. En toen we daar belden, kreeg ik dus mevrouw Hanemaier aan de telefoon.
En vanaf die tijd is SWK eigenlijk mevrouw Hanemeijer voor ons. En de bemiddeling van mevrouw Hanemeijer heeft uiteindelijk geresulteerd in een uitstekend succes. Het echtpaar Nierstras geniet nu alsnog van hun appartement. SWK, kwaliteit, zekerheid en ontzorgen.